Hallo mensen, Potgoed en tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan en ik ben hier vandaag samen met Gino. En vandaag hebben we een hele belangrijke video. Speciaal voor jullie, want zoals jullie weten hebben we natuurlijk een Minecraft server. Dat is de War of Europe server. Heeft veel weg van Kingdom, met veel landen, oorlog, hele toffe events. En alle spelers die erop spelen weten precies hoe het werkt. Vandaag een belangrijke video, want we gaan een nieuw seizoen doen. We hebben het 6 maanden lang, dus een half jaar lang volgehouden om 1 seizoen lang te spelen. Alleen maar op 1 map te spelen en keihard grinden, bouwen. Mensen hebben hele steden gebouwen. Gebouwd? Mensen hebben hele steden gebouwd. Er is superveel gepiept, maar het is een beetje over. De pret is een beetje vanaf. Iedereen heeft alles al. Mensen hebben genoeg sets aan diamond gear. Iedereen heeft al meer dan genoeg van alles. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, hè? Ja. Dat is niet zo heel gek. Sommigen hebben over de 1000 uur playtime. Gino. Ik heb 1500 uur. 1500 uur playtime? Ja, dat is ziek veel. Maar vandaag gaan we in deze video alles aan jullie uitleggen. Dus denk je nou van, waar heb je het allemaal over, Stefan? Een nieuw seizoen. Kijk deze video af. Over 10 minuten of 15 minuten aan het einde van de video weet jij precies wat was het? Wat is er veranderd? En welke punten zijn er al veranderd? Zoveel vragen zal je waarschijnlijk hebben. En mijn rank dan en ik heb een keer wat gekocht. Wat nu? Wat gaat er veranderen? We gaan alle vragen beantwoorden. Dat gaan we één voor één doen. Als eerste, we gaan dus een reset doen. Dat houdt in dat we de map opnieuw gaan starten. We gaan niet dezelfde map doen, maar we gaan een nieuwe map doen, toch Gino? Ja, wat voor map gaan we doen dan? We gaan nu een goede map doen, want de map die we eerst hadden was een beetje lastig. Zat de mensen nou bij het midden? De ene zat te ver weg, de andere was te dichtbij in capture. Ja, was niet goed. Was niet helemaal eerlijk verdeeld. Uiteindelijk met kolonies goed gegaan, maar we hebben nu een betere verdeling gemaakt. Je ziet nu een foto en beeld komen en dit is de allereerste screenshot die je te zien krijgt van de nieuwe map. Je ziet het, er zijn nog geen landen ingedeeld, er zijn nog geen namen, nog geen gebieden of wat dan ook. Je ziet alleen maar nog leeg. Een map. Er zijn nog een aantal plekken die nog gevuld moeten gaan worden. Ja, klopt. Dit is alleen nog maar het begin en zo gaat de map er dus uitzien. We gaan nog meer video's maken de komende weken en dan zul je steeds meer ontdekken. Join zeker in de Discord. Het link staat in de beschrijving. We gaan daar zo elke dag updates plaatsen met ook bijvoorbeeld de map wanneer je koning kan worden. Alles gaan we daarin delen. Hou dat zeker weten ook in de gaten. Ten eerste willen we zeggen, we zijn op zoek naar nieuwe communities. Dus heb jij ooit ervaring gehad met bijvoorbeeld Kingdom servers? Met servers waar dit concept een beetje in terugkomt. Met oorlogen. Landenoorlogen hebben wij dan. Heeft een beetje weg van Kingdom dus. Dus daarom zijn er ook heel veel Kingdom communities bij ons die spelen. Ken je nou mensen of ben jij zelf zo iemand uit de community? Meld je aan. Het linkje staat in de beschrijving. Daarmee al vul je dat in. Dan kunnen we je zo snel mogelijk benaderen. Zal je binnen enkele dagen contact hebben met mij of met Gino. Of je koning kan worden en of jullie bij ons kunnen komen spelen. Want we hebben die mogelijkheid is er. Echt heel veel mensen. Er zijn 5000 mensen totaal gejoined. En dat kunnen dus nog meer worden als jullie ook komen spelen. We gaan opnieuw beginnen natuurlijk. We gaan ondertussen rondlopen in deze nieuwe map. Dus je hebt al een beetje een kleine preview. We gaan opnieuw beginnen met een gloednieuwe map. En we gaan het heel tof doen. Bij de meeste services zodat je gelijk diamond gear krijgt. Je krijgt spawners, je krijgt de hele stad al. Je krijgt een aantal huizen, je krijgt weet ik van wat allemaal. Mm-hmm. Wij gaan dat niet doen. Wij zijn War of Europe. We hebben onze eigen hele vette stijl. Want, wat gaan wij doen vanaf het begin, Gino? Wij gaan vanaf het begin. Wat gaan we doen eigenlijk? De Arendtide. Oh yes. Ja, de Arendtide. Je begint niet met diamond gear. Diamond gear kan je niet craften. Diamond swords niet, tools niet. Dat kan allemaal niet. Je begint allemaal met iron gear. Wat je kan craften. Enchanter staat ook uit. En we gaan de game steeds langzamerhand elke keer langzaam updaten. En dan denk je misschien, oh dat is echt stom. Want we willen graag met prot 4 fighten. Nee, dit is echt de beste tijd. Alle kinderkunners die bij ons spelen op dit moment zeggen allemaal, dit was de dikste tijd en de vetste tijd ooit. En die gaan we dus opnieuw herbeleven. Dus zorg dat je aan het begin bij bent. Dus zorg dat je ook als eerste server joint. Waar we dan ook bij zijn gekomen gelijk is, wanneer is de opening? De opening van de server is 15 mei. Dat is voor nu over 2 weken volgens mij. Maar wacht. Gaat dan de server daar te dicht? 2 weken lang? Nee, tuurlijk niet, gast. De server gaat er geen 2 weken dicht, hè? Oh? Hier zie je een foto in beeld komen. We hebben de komende weken een heel vet idee bedacht. Want we hebben 2 eventweken. De eerste week is de Iron Week. En de tweede week is de Grind Week. En dat zie je dus hier in beeld staan. En dan daarna, aan het einde van de Grind Week, is de opening. Wat jij kan doen met de Iron Week en de Grind Week, denk je, waarom zou ik nog kaart gaan spelen en strijden op een server die zometeen weggaat? Dat is juist heel erg belangrijk. Want zodra jij nu zometeen in de Iron Week een capture overneemt,
En in de grind week elke keer eerste of tweede of derde wordt. Dus hoe hoger jij eindigt in de grind week, hoe meer punten jij kan verzamelen. In de iron week kan jij dus coins verzamelen door middel van captures over te nemen. En in de grind week kan je dus coins verzamelen door middel van eerste, tweede of derde elke te worden met een item zoveel mogelijk te grinden. Dit doe je dus samen met jouw land. Bijvoorbeeld Zweden is een heel erg actief land, of Nederland, of Monaco. En zo hebben we nog veel meer andere landen die heel erg actief zijn. Mm-hmm. Die kunnen nu kaart gaan strijden voor. En met die coins, aan het einde van de 2 weken, dus een paar dagen voor de opening, kan jij die coins gebruiken om als eerste land te kunnen kiezen. Het land dat namelijk de meeste coins heeft, die mag als eerste kiezen waar die wil gaan zitten. Wil je in de desert zitten? Wil je misschien links onderin zitten? Jij kan dus de beste spot in de map gaan kiezen. Dus dat is best wel voordelig. Dus daarom zijn deze komende 2 weken juist heel erg belangrijk. Gino, zoek trouwens even een nieuwe map op. Een nieuw stukje in de map. Een nieuwe baan. Auw. Oké, zoek op. Dus dat is juist super tof. Dus deze komende weken moet je goed gaan gebruiken om keihard te gaan grinden en te gaan spelen. En juist met al je mensen zoveel mogelijk coins zien te gaan verzamelen. Voor de PvP'ers, maar ook de grinders, evenveel kans. We hebben totaal in deze nieuwe map 16 verschillende landen. We hebben nu ook 16 landen. En we gaan nu 16 landen ook daadwerkelijk echt vullen. De komende dagen zullen we dus met verschillende koningen op gesprek gaan. Ik ga heel veel mensen benaderen. Ik heb al een lijst van een stuk of 20 mensen die ik graag wil benaderen. Die al een keer eerder gespeeld hebben. Of community die al bij ons bekend is. Heb ik je nou niet benaderd vandaag of morgen? Vul zeker weten even het formulieren. Of PM mij even op Discord. Dan kan ik je altijd nog even op gesprek vragen. Want iedereen met de community bij ons is welkom. Dus we hebben voor iedereen plek. Daarom ook 16 landen. Dan is misschien jullie vraag, wat zal er nieuw zijn in de nieuwe server? Waarom zou je nu wel komen spelen als je misschien eerst niet speelt? Of waarom zou je nu nog steeds gaan spelen? Alles wordt anders. Het is natuurlijk een hele reset, maar alles wordt ook in een nieuw jasje gestoken. Dus de Discord zal veranderen. We zullen een stukje professioneler worden qua uitstraling. We gaan werken vanaf de opening met een website. Op de website komt alles te staan. Dus alles wat je nodig hebt, de shops kan je daar vinden. De dinmap kan je vinden. Die komt dus ook echt ingebouwd in de website. De regels. De regels. Wat heb je nog meer allemaal? Influence lijst wat je daar kan vinden. Statistieken inderdaad. Statistieken gaan we toevoegen. Dat je kan zien hoeveel uur heb je totaal gespeeld. Hoe lang loop je rank nog? Dat soort dingetjes allemaal. Gaan we allemaal op de website doen. Dus dat kan je zeker weten en allemaal gaan checken. Dus alles wordt wel totaal anders. Maar het blijft natuurlijk wel zoals we zijn. Maar we zullen wel elke keer weer opnieuw updates doorvoeren. Zoals jullie ons kennen, zijn wij elke week keihard bezig met updates doorvoeren. En is dat het enige waar we kaart op focussen. Elke week zullen de updates zijn. En we zullen de game dus langzamerhand dus steeds verder evalueren met elkaar. Als jullie aangeven van, hey, wij willen graag dit in game hebben, dan zullen we dat langzamerhand ook in game gaan brengen. De spelers bepalen hoe de server loopt. Dus ja, jullie kunnen kiezen wanneer wat gaat gebeuren. Jullie hebben daar vooral invloed op. En wij hebben daar eigenlijk zelf niet zoveel over te zeggen. Nou, we hebben veel geleerd uit dit seizoen. Dus dat kunnen we allemaal toepassen in dit seizoen. Er gaat echt een hoop veranderen, maar wel op onze manier natuurlijk. Ja. Dan nu bij een puntje wat mensen misschien zullen afvragen die een rank hebben gekocht, die lootbox builders hebben gekocht, die de battle pass hebben gekocht. We hebben daar bepaald iets voor bedacht. Het is een beetje lullig geweest als zou je de afgelopen dagen iets hebben gekocht en je denkt van ik heb de battle pass gekocht en dan is die nog niet eens afgelopen. Jullie beginnen een nieuw seizoen, dan heb ik het eigenlijk voor niks gekocht. Iedereen die de battle pass van seizoen 6 heeft op de server die dus nu nog loopt, als je die hebt gekocht in die shop, dan krijg je automatisch de nieuwe battle pass in de nieuwe server. Dus als jij nu de Battle Pass van seizoen 6 hebt, dan zal jij in de seizoen 2 server War of Europe, dan zal jij gelijk de Battle Pass ontvangen en hoef je die niet opnieuw aan te schaffen. Ja, en we kunnen denk ik wel verklappen dat dat niet zomaar een Battle Pass is. Nee, het worden wel even goede Battle Passes inderdaad, dus je zal er wel blij het mee zijn. Het zal anders zijn op die manier. Zeker weten, zeker weten. Niet voor de mensen die de afgelopen 10 dagen, dus vanaf 15 april tot en met 25 april iets hebben gekocht in die shop, maakt niet uit wat, die krijgen hun aankoopbedrag terug in een coupon. Daar krijg je automatisch een mail van op het e-mailadres wat je hebt ingevuld. Als je er vragen over hebt, stuur zeker weten eventjes een berichtje in de ticket. Het ticketsysteem in de Discord is supergoed, dus we zullen daar de komende dagen heel erg actief mee jullie op gang helpen. Hey, bomen, we zijn er. Een reactie zal je altijd wel krijgen. Ja, we zullen je zeker weten helpen, dus al heb je vragen daarover of wat dan ook, open vooral een ticket. Al heb je vragen over het nieuwe seizoen, open ook een ticket. Maar wat er allemaal nieuw gaat zijn en wat er allemaal nieuw gaat komen, willen we nog een klein beetje geheim gaan houden eigenlijk. Je ziet dus in ieder geval dat het wel een hele dikke map wordt. Kunnen we een andere biome toe of zo, Gino? We hebben nu alleen maar grass gezien, bijvoorbeeld een sand biome, een sneeuw biome. Bergen in het noorden. De map is ook een tikje groter. De map was nu 10.000 bij 10.000, maar hij wordt nu 12.000 bij 12.000.
zijn ze ook ietsjes groter. We hebben meer rekening gehouden met wat iedereen wou. Je hebt niet meer een land vol met sneeuw. En daar stopt de grens en dan is het gelijk woestijn. Het is wel een stukje realistischer. Het is nu echt wel een wereldmap zoals je ziet. Waarin biomes in elkaar overlopen. Ja, en wat ik vooral vind, we hebben echt heel veel gekeken naar wat jullie hebben gezegd in de Discord. De afgelopen dagen werd er veel gespeculeerd, komt er een reset ja of nee? Ja, we hebben net zoals mond gehouden. Inderdaad, we hebben het allemaal even stilgehouden. Maar nu kunnen we het eindelijk uitschreeuwen. Maar we hebben echt al heel veel eisen die jullie stelden, hebben we voldaan voor het nieuwe seizoen. Daar zijn we mee bezig. Er komt echt heel veel nieuwe dingen aan. Dan is ook nog een klein dingetje wat ik wil benoemen. Dat zijn de bans. Mensen die ooit een ban hebben gehad op onze server of wat dan ook. Je hele history is gecleared. Alleen de mensen die met een IP-ban blijven uiteraard staan. Want ja, die horen niet op de server. Iedereen die een ban heeft gehad of dacht dat hij nu op de server kon. Je kan weer gewoon de server joinen. Heb je daar nog steeds een ban? Open even een ticket. Want daar kunnen we je gewoon helpen. Eén dingetje wil ik nog even zeggen. Dat is denk ik het laatste. Dan hebben we de meeste dingetjes gehad. Nee, nog twee dingetjes. Oh ja, één update ga ik verklappen aan jullie. Voor de rest niet. We zullen één keer per week een event doen. Dus elke week zal er een event zijn en ook één keer een oorlog. Dus eigenlijk heb je twee events in de week. De afgelopen tijd hadden we heel veel events, maar dat was een beetje te veel. Maar we zullen dat dus nu beter oppakken, waardoor het meer balance is. De roleplay wordt trouwens vernieuwd. Er zullen regelmatig weer giveaways komen, ook van items in-game. In de Discord, dus zorg dat je die giveaways in de gaten houdt. Zorg dat je meldingen aanhoudt van de Discord. Want de meldingen die je krijgt zijn wel nuttige meldingen als je op de server speelt. We zullen dagelijks, elke dag eventjes een update geven van... Hey, dit komt erin, dat wordt nieuw, dit is de planning, dit gaat er komen. Zodat jullie bij de opening alles en alles weten. Dus de komende twee weken ga je alles te weten krijgen via de Discord met hoe alles gaat. En wat er dus allemaal nieuw gaat komen in dit seizoen. En dan denk ik dat we het meeste zo gehad hebben. Oh ja, ik ging één update vertellen, zei ik hè? Oh, ik ben benieuwd. Eén update die als eerste erin gaat komen, dat is de Grinders update. Waarin je een soort land battle pass krijgt die je met je land moet completen om verschillende rewards te ontvangen. En aan het begin zou dat echt best wel handig zijn om dus ook te gaan doen. En naarmate de game verder evolueert zullen we die natuurlijk ook verder upgraden. Wat zou je erin zitten? Het zal niet een normale battle pass zijn zoals jullie gewend zijn. Wat zou je erin zitten? Zullen we kijken? Ik denk heel veel diamond blocks, dus doen we niet. Nee, er zitten allemaal diamond blocks in. Oké, ik ga niet verder. In het Discord gaan we dus langzamerhand alle previews en updates vertellen. Dat is een speciale channel voor, die heet ook zo. Dus die zal je makkelijk vinden in de Discord. En daar gaan we elke dag, zullen we een screenshot sturen, berichten, uitlegstukjes van hoe het eruit gaat zien en hoe het allemaal gaat werken. Dus check dat zeker weten, al wil je weten hoe seizoen 2 eruit komt zien. Weet je nou niet wat de Discord is? De link staat in de beschrijving. En de IP zullen we ook in de beschrijving zetten. Vooral wil je nu nog meespelen. Want je kan nog steeds een land joinen en mensen helpen. Ik denk dat dit een nog gruwelijker en bruter seizoen gaat worden als seizoen 1. Seizoen 1 was echt zeker weten geslaagd. We zijn de grootste in de game op dit moment. Dus we gaan nu nog groter maken. Al zullen er nog meer communities aansluiten. Dus ik zou zeker weten zeggen. Vul even het koningsformulier in hier zo beneden. Of stuur hem door naar een community die je kent. En dan gaat het helemaal goed komen. En dan komen er steeds meer grotere groepen bij. En er wordt alleen maar super grote Kingdom Fights van 50 tegen 50. Ja, dit gaat echt een heel live seizoen worden, geloof mij. Ja, we zullen ook komende weken een aantal video's maken en weer livestreamen op de server. Ook om jullie up-to-date te houden en te laten zien hoe alles eruit komt te zien. Dus het wordt super tof. Dan hebben we denk ik zo'n beetje alles gehad. Ja, voor nu wel. Ja, meer voor nu wel inderdaad. In de Discord we zullen nu nog niet te veel gaan spoileren, maar in ieder geval seizoen 2 komt eraan. Voor al je vragen, open een ticket. En we gaan als eerste denk ik de map releasen met wanneer de landen komen te liggen en zo. En waar die komen te liggen. Waar komt Nederland? Waar komt Duitsland? Welke landen komen überhaupt? Misschien komt Cyprus wel niet meer terug. Er komen nieuwe landen bij. Misschien komt Nederland wel niet meer terug. Je weet het niet. Er komen nieuwe landen inderdaad zeker weten bij. Dus check de Discord. Hou het in de gaten. Stuur deze video door naar de mensen die het nog niet begrijpen. Die ook in jouw land zitten. Stuur hem door naar de Discord. Naar andere spelers. Naar nieuwe communities. Naar nieuwe Minecraft spelers. Die zeggen van zo, kom hier opspelen. Voor iedereen is plek. Voor iedereen kunnen we een mooi landje fixen. Als je een aantal spelers hebt natuurlijk. En anders kan je altijd aansluiten bij onze communities. Want wij vormen ook gewoon communities op ons server. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Drop een duimpje omhoog. Join de Discord. Join de server voor nog de laatste stapjes seizoen 1 te zetten. Om een goede start te krijgen in seizoen 2 natuurlijk. Want je wil natuurlijk je eigen land kunnen uitkiezen. Want zometeen lig je boven in de hoek. Terwijl je eigenlijk ook in het midden had kunnen liggen onderin. En had je een topplek gehad. Dus zorg dat je echt kaart gaat strijden en gaat grinden voor dat land wat je wil gaan hebben. Vanmiddag hebben we een feedback call voor iedereen al zijn vragen. Dat is vanmiddag om 3 uur. Dus zorg dat je erbij bent. Zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Abonneer op ons kanaal voor meer server video's, want we zullen veel meer surfvideo's gaan plaatsen. Zeker, en zou ik zeggen, Gino, we hebben er veel zin in, hè? Ja, let's go. Seizoen 2, Warp Europe, here we come. Let's go! Woo!